Leuk dat je kijkt naar KookTV. Ik ben Marije. Ik ben Jeroen. Ik ben Bradley. Ik ben Jerenzo. En wij zijn Coolbox. Wij maken van hele saaie, superleuke dingen. En jullie hebben aangegeven dat jullie opruimen super saai vinden. Dus dat gaan we vandaag veel leuker maken. Marije? Ja? Marije? Ja? Heb jij uw kamer al schoongemaakt of niet? Ja? Zeker? Ja? Dan gaan we nog maar eens kijken, hè? Waarom sta je gek voor die kast? Ga eens aan de kant. Vandaag staan we op het super ruige outdoorterrein van Veluwe Valley en we gaan de boel eventjes goed opruimen. Ja, we gaan straks 2 teams maken en hier gaan we dan de XXL opruimchallenge uitvoeren. Oké, wie zit bij wie een team? Ik ben Marije. Wie wil mij? Nee. Ik ga bij jou. Oké. Okay. Nee, wacht, kom. Oké, jongens, de challenge bestaat uit 2 delen en dit is het allereerste onderdeel. Ja. Hier liggen een heleboel vieze schoenen, hier. Ja. En die moeten natuurlijk in de wasmachine. Ja, dus hier staat de katapult en dan doe je de schoen in de katapult en dan schiet je hem in de wasmachine. Duidelijk? Ja! Het team dat als eerste 1 schoen in de wasmachine heeft gescoord, mag naar het volgende onderdeel. Dat is wel heel lastig. Ja. Dus het kan heel lang duren. Ja. 3, 2, 1, go! Die veter is het vast. Ja! Wow, wow. Oké, okay. Oeh, kill hem! Ik voel dat deze raak gaat. Ik voel het aan mijn water. Aan mijn water? Ik voel het. Oké! Ja! Yes! Go! Onmogelijk. Oké, Jeroen en ik hebben er allemaal eerst in. En we moeten nu snel naar de kwads gaan. Kom Jeroen! Kom op, ga zo snel mogelijk veel schoenen doen. Ik ga gewoon die kwads pakken. Oh, sorry, pijn. Ik zie het niet meer zitten. Ik heb ook een beetje het gevoel dat we hebben verloren. Ja, maar we hebben nog een onderdeel. Ja, maar we moeten het eerst eentje in krijgen, anders komen we daar niet aan toe. Okay. Kom op. Ja, ik kan het opeens niet meer. Nee. Ja! Ja! Yeah! Ah, gelukt, 1 keer, yeah! Yeah! Oké, laten we doorgaan. We waren hier misschien niet heel goed in, maar straks bij het volgende onderdeel kunnen we misschien inhalen. Terug in de game komen. Ja. Laten we dat doen, dat hoort. Dat moet voor ons team. We kunnen dat wel. We kunnen dat in ieder geval nooit slechter doen als dat we net deden. Nee. Zo slecht als die high five. We zijn bij challenge 2 bij de quads. Wij pakken zometeen ook de voorste quad, want wij hebben natuurlijk gewonnen. Over dit parcours staan een aantal bakken verspreid. Er staan recyclebakken en er staan wasbakken. Degene die als eerste het hele parcours af heeft gemaakt en de meeste dingen in de bak heeft gegooid, die wint! Ja, en wij gaan winnen. Ik denk dat kleding zwaarder is, dus prettig om te gooien. Maar dit is kleiner. We gaan voor de blikjes. Ja? Oké. Okay. Oké, Tresso, wij hebben dus de was gekregen. Die moet zo meteen in de wasmandel rond de baan. Precies. Ga jij eerst? Als je dat wil. Oké, neem 3 stukken mee. Oké, daarna doe jij die andere. Ja. Oké, hartstikke goed. Oké. Tot zo. Maar ik denk dus dat ik het doodeng vind. En Jerenzo doet het best goed. Dus ik denk dat ik Jerenzo gewoon nog een rondje laat rijden. Ik ben de kleinste kwijt. Stel. Oké,
Ik ben de kledingstuk kwijt. Het kledingstuk kwijt? Ja, kom. Snel, nee. Ga maar door. Ga maar verder. Hier. Doe dit erin. Waarom? Ik doe het hartstikke goed. Waarom? Ja. Bradley heeft hem ingehaald. Oké, okay, chill. Bradley, ja. Oké. Hier, pak je camera. Daar, hier moet, daar doen. En we gaan weer rennen. Oh jongens, dit is voor mij een hele workout. Daar aan de hoek. Goed zo. Yes, dat is allemaal. Yes, we hebben ze allemaal erin. Ik dacht het niet. Oké, dat rem ik straks wel op. Ik ben terug. We hebben ze allemaal. We hebben ze allemaal. We hebben ze de eerste. Hey! In de kledingstuk? Die ligt volgens mij ergens op de baan. Maar wij hebben volgens mij alles gewoon erin gegooid. Wij hebben alles ingegooid. Huh? Jullie niet? Zullen we even de prullenbakken kijken, jongens? Oké, we gaan de prullenbakken langs. De eerste bak. Dit is de eerste bak. En hier zitten twee dingen in. Hier staat nog een ton. Twee kledingstukken. Daar lopen ze. En ik weet niet of je het hebt gezien, maar ik heb twee flesjes van hun uit hun recyclebak gehaald. En natuurlijk ga ik wel zeggen dat ik dat heb gedaan, maar ik denk dat het heel leuk is, hun reactie, als ze zien dat ze er toch twee naast hebben. Terwijl ze weten dat ze het erin hebben gedaan. We gaan kijken. Nee, daar liggen er twee. Nee. Dus dan is het dus 4-2. Oké, top. 2. Dos. Dus? 4-4. Kan niet, want... Hoeveel zitten erin? Hij gaat erin. 0. Hoeveel zitten erin? 1. Hij heeft ze eruit gehaald. Dus wat? Dat betekent dat wij even meer hebben. Je hebt ze eruit gehaald. Oké, ik heb het eruit gehaald. Dus wij hebben gewonnen! Vertel. Wij hebben gewonnen! Hey! In ieder geval, je kan de vorige video waarin we flyover video's na gingen maken hieronder vinden. En de video van de Fishsticks daar. Vind jij nou dat we opruimen leuk hebben gemaakt? Laat het dan even weten door een duimpje omhoog achter te laten. Heb jij nog een saaie situatie die wij veel leuker moeten maken? Laat het even weten in de reacties en abonneer op KookTV. En dan zien we jullie de volgende keer weer. Doei! Bye.